Hallo beste kijkers, zoals jullie al misschien weten komt 1.17 binnenkort aan. Dit is de 1.17 cave update. Daarin worden de caves geüpdate. Dit is nog niet de officiële versie van 1.17, maar wel al de snapshots. Deze keer zijn ze wel best vroeg met snapshots. Zeker als de 1.17 pas officieel volgend jaar uitkomt. In deze video ga ik tonen wat er eigenlijk nu allemaal een beetje nieuw is. Om te beginnen hebben we koper. Ik heb hier veel verschillende soorten dingen van koper. Hoe krijg je koper? Dat is heel erg simpel. Je krijgt het door dit soort oor te hacken. Dit is een nieuw soort oor. Gewoon koper oor. Dan doe je dit in de oven. Dan, als het goed is, zou je dit moeten krijgen. En met 9 bij 9 krijg je een koperblokje. En daarmee kan je dan weer nieuwe blokken maken. Wat ik ook gezien heb, is met honing kan je weer wat dingen aanpassen aan die blokken. Dan kan je eindelijk weer iets wat doen met honing. En dan op de Minecraft server. Als de 1.17 update er komt, kan een gletsjer misschien eindelijk wat honing verkopen. Ja, dit is ook een nieuwe soort blok, maar daar komen we later wel weer even bij. Nu heb je ook een soort verkijker. Je kan inzoomen. Lijkt wel of ik er nu opeens speel met Optifine door het inzoomen. Nadeel is, je krijgt zo'n zwarte rand. Maar het blijft wel cool. Even zien hoe dit eruit ziet op F5. Ja, op F5 ziet het er gewoon een beetje raar uit. Maar maakt niet uit. In first person blijft het er wel cool uitzien. Dit is even wat kleinere update. Maar vanaf nu kan je ook lava en cauldron stoppen. Zo. Hier heb je een lava cauldron. Nu kan je ook kaarsen maken. Elke paar verschillende kleuren uitproberen. Oh ja, ik kan misschien ook nog met een... een nieuwe soort rot plaatsen. Dit is een lightning rot. Dit is ook nieuw in het spel. Leuk dat ze van alle verschillende soorten kleuren hebben. Jullie hadden het waarschijnlijk al geraden. Je stekt het aan met flint en steel. Zo. Dit is wel maar een klein vlammetje. Vraag me af, geeft het veel licht? Laat even time set night doen. Ja. Ja, het geeft wel een beetje licht. Alleen is er heel erg veel. En na een tijd gaan ze ook uit. Zie ik dan weer aan. Ja, nu gaat hij even uit en nu weer aan. We gaan gewoon weer in de dag spelen. Dus time set. T weer doen en T, het is weer nacht. Hey, het is weer dag. Hoe kan dat nou? We hebben hier ook zo'n soort van zak. Hier kan je wat in stoppen. Oeh, aan rechtermuisknop. Ah, hier ga je ook nog zien hoeveel je er nog in kan doen. Nu is de zak bijna vol. En volgens mij als je denk rechtermuisknop, ja, dan gaan al die spullen er weer uit. Voor het volgende wat ik wil laten zien, moeten we even naar Spectator mode gaan. Namelijk de cave update en de caves gaan heel erg geüpdate zijn. In deze versie van de snapshot is er nog niet heel veel toegevoegd. Maar wel hebben we hierin naar wat nieuwe dingen bij caves, zoals hier. Dus dit zijn nieuwe soorten resources die je kan krijgen. Ik heb geen idee hoe ik dit moet uitspreken, deze nieuwe blokken. Bij de nieuwe updates doen ze steeds meer nieuwe blokken waar de namen moeilijk uit te spreken zijn. En dit is ook denk ik nieuw. Ik dacht eerst dat dit een soort van een gravel was ofzo, maar het is blijkbaar iets anders. Ja, hier hebben we dat blokje dat we net ook hadden. Ik weet niet wat je ermee kan. Ja, bouwen zeker, maar ik weet niet wat je er voor de rest mee kan doen. En het is tuf. We hadden het net ook over koper. Je kan ook blauwe soorten koper hebben, alleen weet ik nog niet hoe je die kan maken. Het leukste vooral vind ik die kristallen. Die kristallen geven wel een leuk effect. Geeft je echt het gevoel dat je in een grot zit met al die kristallen.
wil je ook even iets nieuws laten zien met glas. Je kan glas, een nieuw soort glas craften. Namelijk, ops, moet blijkbaar zo. Dit. Je zou misschien denken dat is toch gewoon een zwart glas. Maar nee, het is toch wel een beetje anders. En toen kwam er weer licht. Even vergelijken met gewoon zwart glas. Black glas. Ga de blokjes naast elkaar vergelijken. Ja, je ziet toch duidelijk het verschil. Maar dit was het dan even voor deze eerste 1.17 snapshots. Er zullen nog vele snapshots komen. Maar ik wil ook bedanken voor het kijken naar de video. Hopelijk vond je het wat leuk. Hebben jullie wat geleerd over 1.17? Dan zie ik je weer terug bij een volgende video. Doei doei!